Ik kan er niet bij. Waarom kan ik het nou niet zelf? Ik weet dat die riempjes soms lastig kunnen zijn. Helemaal een eerste keer. Oh ja, heel erg lastig. Anders wachten we even en probeer je het zo opnieuw. Dan doen we nu wat ademhalingsoefeningen. Oh, die vind ik leuk. Daar word ik zo ontspannen van. Oké. Adem diep in en ruik nu die heerlijke zoute zeelucht. En adem door je mond uit. Blaas de zeilen van het schip maar omver. Zo ontspannen dit. En nu probeer ik het nog eens. Het is me gelukt. Yay. Heel goed, Sonja. Nog één riempje te gaan. Hoera. Yay. Zo te horen word je er een beetje boos van, Sonja. Zullen we je helpen? Alleen voor vandaag. Nee, ik wil dit zwemvest nu niet meer om. Een zwemvest is verplicht als we de zee opgaan, Zonnetje. Ik wil dat je veilig bent als we gaan varen, Sonja. Ik ga niet meer met jullie meevaren. Wat hoor ik nou? Vaar je niet meer mee? Obi! Ik dacht dat je het altijd zo leuk vond om met ons te gaan varen, Sonja. Ik ga niet meer mee, want ik krijg mijn zwemvest niet in mijn eentje aan, Naomi. Ik weet wat je bedoelt. Ze zijn ook heel erg onhandig. En ik wil het heel graag zelf doen. Dat begrijp ik. Ik wil ook altijd heel veel dingen graag zelf doen. Maar ik spreek uit ervaring. Als je nieuwe dingen wilt leren, moet je oefenen en dat kost tijd. En? Heel soms helpt een rijmpje. Een rijmpje? Oh ja, dan verzin ik er zelf gewoon eentje. En dat is ook nog eens leuk. Ik wil een rijmpje dat mij kan helpen met mijn zwemvest. Dan gaan we die verzinnen. Neem de riempjes in iedere hand. Breng ze samen tot een band. Houd ze vast en trek ze tot daar. Klik ze in elkaar en dan... Klaar. Klaar. Dankjewel. Ik wil het proberen. Natuurlijk. En trouwens, we doen gewoon allemaal gezellig met je mee. Yay! Neem de riempjes. In iedere hand. Breng ze samen tot een band. Hou ze vast en trek ze tot daar. Klik ze in elkaar en dan... Klaar! Het is gelukt!